Stroopcast. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering, de vijfde aflevering ondertussen van Stropcast, de podcast van AA Gent van op de vijfde verdieping van de Gelamco Arena. Een nieuwe aflevering, dat wil zeggen twee nieuwe gasten en ik stel ze met veel plezier aan jullie voor. Aan mijn rechterzijde zit een bekende acteur uit het Gentse, mag ik wel zeggen, gevierd acteur ook. Hè? Goedemiddag, Johan Heldenberg. Goedemiddag. En ook een buffalo in hart en nieren, denk ik. Hè? Daar gaan we het straks over hebben. En aan de overkant, welkom ook en goeiedag aan Thomas Fouquet. Meer dan 180 wedstrijden gespeeld voor AA Gent en nu voetballer bij Stade Reims. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Blij jullie hier allebei te hebben. Kennen jullie elkaar eigenlijk? Nee, ik weet natuurlijk wie dat is, maar we kennen elkaar niet. Nee, ik ken natuurlijk ook wie dat Johan is, maar persoonlijk nog niet ontmoet, prettig genoeg, nee. Ja, ik denk dat jij, Johan, meer matchen zult gezien hebben van Thomas dan dat Thomas films van jou gezien heeft. Ja, dat hij heeft 180 gespeeld. Ik heb geen 180 films gespeeld. Hè. Nee, maar je moet ze ook al 180 gezien hebben dan natuurlijk. Hè. Dat zal nu ook wel niet het geval zijn. Nee, dat is zeker niet het geval. Want ja, ik zeg het, ik zit in de culturele sector, is het niet altijd gemakkelijk om op vrijdagavond of zaterdagavond naar de match te komen kijken. Maar ik kijk wel meestal op televisie ook. Ik kan zo uitgesteld kijken. Dat wil zeggen dat ik aan heel mijn omgeving vraag. En ik zet alle notificaties van de website, van de app van KGent uit. En alles uit. Ook geen standaard nieuwsdingen. En dan kijk ik gewoon 's avonds als ik kan. Of 's nachts zelfs. Ja. Oké, zo'n beetje zoals vroeger eigenlijk. Toen je naar de samenvattingen keek op zaterdagavond. Ja. Zonder dat je van iets wist. Ja, en ik kijk ook zelden naar zo... de samenvattingen op televisie. Ik weet eigenlijk, tot als ze op bezoek komen, weet ik eigenlijk niet zoveel spelers van de andere ploeg. Ik ben alleen maar zo A-Gent, match van A-Gent. Uh-huh. Ja, ik kijk wel zo naar, hoe noemt dat daar? Extra time, daar kijk ik wel naar. Maar, maar zo, de samenvattingen zo. Ja, en geraak je nog vaak in het stadion? Want ja, jouw agenda laat natuurlijk niet zoveel toe, denk ik. Ja, toch redelijk vaak. Ja. Ik zeg, gisteren ben ik bijvoorbeeld niet kunnen komen, maar redelijk vaak, ja. Twee op de drie... Thuismatch ben ik hier. Okay. Als ik kan, dan ben ik hier. Waar zit je? Daar. Ja. 321 op de T eigenlijk. Er zijn ook luisteraars, dus je moet even zeggen ook waar je zit natuurlijk. Het zijn niet alleen kijkers. Ja, nee. Op de T van 321 op... voilà, op dat streepje van de T. Okay. Goeie plaatsen? Zeer goede plaatsen. Ik zat vroeger dichter tegen de spionkop van de tegenstanders. Mm-hmm. En die maken dan zoveel lawaai dat ik ben verhuisd. Want ik zit liever dichter tegen onze spionkop. Dan zit het toch meer in een soort buffalo-gevoel. Ja. Terwijl dat daar toch vooral middenvingers worden opgestoken. en die negativiteit kan er soms niet goed tegen. Ja. Hoe zit dat bij jou, Thomas? Hoe volg jij Agent nog? Ja, als ik de kans heb ook, dan kijk ik toch wel. Ik heb er nog wat spelers die ik... die ik goed ken, die ik probeer te volgen. De staf ook, die ik goed ken. Ik ben ze altijd blijven volgen en ik ben nog altijd supporter, sowieso. Ja, en je bent er gisteren nog maar geweest. We zijn vandaag maandag, de dag na de match tegen Oud-Heverlee-Leuven. Je hebt de aftrap gegeven. Hoe is het verlopen, jouw dag? Ja, ik ben nog eens langs geweest. Altijd leuk om terug te zijn, de supporters te zien... Maar zoals ik zei, de staf ook, de coach, Hein, met wie ik lang heb samengewerkt, oudspelers die ik goed ken, iedereen eigenlijk. De mensen in de spelerzone, het bestuur, zelfs Xavier, die hier uit beeld zit, weliswaar. Ergens in de kamer zit. Ja. Die meehelpt aan dit programma, zal ik het maar noemen. Hè. Maar wie was je het meest blij om terug te zien? Om het zo te vragen. Was er iemand die er... heb je nog echte vrienden in die groep bijvoorbeeld? Ja, sowieso. Ik was in de spelersgroep wel veel spelers vertrokken, maar ja, ik denk dat iedereen weet, Laurent en ik, wij komen supergoed overeen ook. Mm-hmm. Dus... sowieso altijd blij hem terug te zien. Ik hoor hem ook wel veel. En, maar als fan bijvoorbeeld, die ook van Dilbeek is. Ook altijd top om hem terug te zien. De familie van de spelers. En meestal ook gewoon de mensen die je niet verwacht tegen te komen, die je onverwacht terug tegenkomt, is ook, vind ik ook altijd heel leuk. En zo heb ik er hier heel veel mensen die hier werken. Dat je dan ineens terug tegenkomt, dat doet altijd plezier. Ja. Ik zag jou in een innige omhelzing bijvoorbeeld met GP, de materiaalman bijvoorbeeld. Hè. Dat is een van die mensen wellicht. Ja, sowieso. Dat was een zalige mens.
Ik vind het spijtig natuurlijk, als je vertrekt moet je mensen missen, maar zo mensen vergeet je nooit. Sowieso, maar ook Peter, Hein, de staf allemaal. Ja. Altijd leuk, ja. Het is geen toeval dat je in Gent bent, want je had hier vanmorgen een examen. Dus je studeert nog altijd. Hoe zit het daarmee? Ja, die plaat blijft wat hangen natuurlijk, hè, dat ik nog altijd studeer. Maar ik doe dat heel op het gemakje. Vooral de NIF heel dankbaar dat die zo flexibel zijn en me die kansen blijven geven. Want ja, het is een lange termijn project, maar het doet mij deugd om toch altijd zo even te kunnen studeren. Zoiets anders met mijn hoofd te doen, dat hier wat blijft werken van boven. Dus, maar je kunt niet naar de lessen gaan natuurlijk, hè? Dus je studeert het allemaal op jezelf dan? Ja. Ik woon in Frankrijk ook voor de voetbal, dus... Het studeren, ja, dat is op mijn eigen, dat is niet op de lessen. Het goede is dat nu wel online veel gezet wordt. Dus soms kan ik wel zo een keer een lesje meepikken. Maar ja, het is vooral op mijn eigen. Maar na al die jaren ben ik het nu wel wat gewoon, ja. Ja, en over zo een 8 of 10 jaar, als je stopt met voetballen, is het de bedoeling dat je dan die studierechten gaat gebruiken? En bijvoorbeeld het makelaarschap of zo. Ik denk dan van, ga je daar als ex-voetballer mee doen met rechten? Of wil de advocaat worden? Ja, dat is wat ik zeg. Dat is in het begin van mijn carrière, als ik hier toe kwam, heb ik die stap gezet. En toen was eigenlijk een beetje de gedachte erachter, het is iets heel algemeen, ik kan er veel kanten mee op. En zo ben ik begonnen. Ik heb ook nooit iets anders willen doen, want de voetbal is dan hoofdzaak geworden en dan is de studie zo wat de bijzaak die mij bezighoudt. En momenteel heb ik echt totaal geen idee of ik er iets mee ga doen, of ik het ga halen. Maar het zou het mooiste zijn natuurlijk, moest ik er nog iets mee kunnen doen. Maar dat is niet het doel op zich, het is vooral het bezig blijven en in de hoop iets te hebben na mijn carrière. Het zijn rechten inderdaad, hè, die je studeert. Welk examen had je dan precies vanmorgen? Deze morgen had ik Law and Technology. Dat is een nieuw vak eigenlijk sinds dit jaar. De details ga ik jullie besparen. Is dat copyright dingen en zo? Ja, zo'n beetje van alles. De rechten erachter, als je cookies accepteert en zo, mag dat wel? Wat doen ze ermee? De tracking, al de advertenties online. Alles waar je niet echt veel van weet eigenlijk. Het is nieuw, want het is allemaal opkomend. Hè. Ja, ik heb een Duitse vriend die advocaat al 15 jaar. Ja. Maar die is uitsluitend daarmee bezig nu. Omdat hij zegt, de toekomst van de advocatuur, daar ligt een heel veld open. Het is nieuw, het is ontdekken. Sowieso. Was het mondeling of schriftelijk? Dat is schriftelijk. Okay. Is dat dan op afspraak als jij komt, als Thomas Fouquet naar de Unif komt? Of hoe gaat dat? Ja, nu... Allee, ik probeer ze af te leggen met de andere studenten. Als ik kan, dan kom ik op dezelfde dag en zit ik mee in de aula. Maar Weten ze dan wie je bent, die studenten? Of wordt je soms dat weet ik niet. Ik zit zo in mijn... in mijn examen, dat me eigenlijk niet kan schelen of er iemand kijkt of niet. Oké. Okay. Ja. Hoe is het met jouw acteercarrière, Johan? Waar ben je mee bezig? Nu is in between jobs, gelijk dat ze zeggen. Maar ik heb binnenkort wel wat projecten. Ik heb een film in juni. Ik heb daarvoor een tv-serie in Holland, denk ik. Maar een paar draaidagen maar. Maar er is nog iets in Frankrijk waar ik auditie voor ga doen. Morgen, overmorgen. Mm-hmm. Dat ik heel graag zou hebben, maar ça va. Ik begin op een leeftijd te komen dat ik zelfs te oud ben voor de vaderrollen. Dus het gaat allemaal een beetje op een laag pitje. Ja. Maar ik zou vrij graag opnieuw theater doen. En ik ben zo een beetje met de weg aan het zoeken. Ik zit een beetje op een wier, eigenlijk, liggen dat ze zeggen in Gent. Dat ik vrij goed weet, hoe ga ik erdoor? Maar ça va, het is nog altijd het schoonste beroep ter wereld. Allee, het tweede schoonste beroep. Met die leeftijd van jou valt het trouwens nog wel mee, denk ik. 56? 56, ja. Maar dat is toch... bij vrouwen rond de 40 is dat dan zo... Is er een kantelpunt voor de cinema? Dan zijn er niet meer de minnaressen en de weet ik veel wat. en de actie, of weet ik veel, de vrouw die de dingen bepaalt. Maar we zijn er meer randpersonages of zo. Bij mannen is dat rond de 50.
Ja, en daarvoor speelde zo wel vaak. Maar nu ben ik zo... Ik zit op de weer. Uh-huh. Oké. Okay. De laatste film waarin je gespeeld hebt, was dat Cool Abdul? Of is er nog iets De laatste film dat ik in gespeeld heb... ook geheugen had ook achteruit. Nee, dat is niet waar. Maar in Vlaanderen, ja, ik denk het wel. In Vlaanderen wel, ja. Ja. Maar ik werk eigenlijk veel in Frankrijk. Ja. De laatste... Okay. 10 jaar of zo. Ja, ja, dan moet je misschien soms in de buurt zijn van Thomas. Ah, wel, Reims heb ik nog nooit gedraaid. Veel rond Parijs en Limoges en meer zuidelijk, maar Reims heb ik nog nooit gedraaid. Ik ben er eigenlijk ook nog maar 2 keer geweest. 1 keer om een champagne ding te gaan bezoeken. Uh-huh. En 2 keer een doortocht of zo. Terugkomen van Bourgogne. Ja. We moeten hem trouwens feliciteren, hè? Ja. Want contract verlengd bij Reims, Thomas. Ja, dank u. Heel blij. Mm-hmm. Altijd leuk als je terug wat zekerheid hebt. Ja, dank u. Verlengd tot 2025 of 26? Ja, 2025, ja. Ja. Wat voor een club is Reims eigenlijk? Vertel ons daar iets over, want de Franse competitie is toch niet super bekend. Hier bij ons zal ik zeggen, oké, we kennen de clubs natuurlijk enzovoort, maar een club als Stade Reims, ja, vertel eens. Goh, ja... Ik begrijp jullie, want ik zelf ook, voor ik er naartoe ging, wist ik ook heel weinig af van de competitie. Maar Reims is een club die veel progressie maakt. We hebben altijd zo een beetje de middenmotor gespeeld. Een keer 6e geëindigd ook, een keer 8e. Dus er is ambitie, dat sowieso. En... toen ik er kwam, kwamen ze van 2e klasse, dus ik heb ze wel zien mee evolueren. En, dus in die zin vind ik wel dat het een echte stabiele 1e klasse aan het worden is, met ambitie om een beetje naar boven te kijken. Maar zoals gezegd, het is vooral de champagne ook die heerst in Reims. Qua supporters, het leeft wel, maar het is... Ja, hoeveel volk komt er kijken naar een wedstrijd gemiddeld? Goh, dan zullen we rond de 11.000, 12.000, denk ik. Oké, okay, en hoe groot is het stadion? Het stadion is, denk ik, zoals hier een beetje, 20.000, ja. Ja. Dus iets meer dan de helft gevuld. Ja, zoiets. Maar de topmatchen, dan zit het bomvol natuurlijk. Dan komen de champagneboeren buiten natuurlijk. Ja. Dan zijn ze daar. Om een papeneke te zien spelen. Ja, voilà. Ja, begrijpelijk. Ja. Je bent er intussen allang niet meer de enige Belgen. We hebben ook Thibaut de Smet bijvoorbeeld, die daar speelt. En de trainer, daar wordt nu fel de lof over gezongen, Will Still. Ja, inderdaad. Ik heb wel wat Belgen zien passeren. Het is ook nu ver. Het is twee uur en een half rijden. Dus ik denk dat dat ook wel aantrekt. Het is niet echt een stap naar het buitenland. Maar inderdaad, ik zit nu met Thibaut en Will. Wout die vertrokken is, Wout Faas ook. Bjorn Engels die geweest is in mijn eerste jaar. Dus ja, het is leuk. Ja. Allemaal welkom, sowieso. En over Will Still wordt er veel gesproken, want sinds hij er is, een maand of drie denk ik zal het zo wat zijn, hebben jullie niet meer verloren in de competitie. Hè? Dat is wel een straffe reeks die jullie daar aan het neerzetten zijn. Ja, Maxime Buzy vergeten ook nog. Ja, sowieso. Het is, we hebben een moeilijk begin van het jaar gekend, dat sowieso. Toeval of niet, ja, als Will heeft overgenomen, zijn we nu toch een mooie reeks aan het neerzetten. Ik denk dat hij vooral de spelers achter hem gekregen heeft. Een echte goede groepsfeer gecreëerd. Een echt team dat, als er wissels gebeuren, dat die ook het verschil maken. Zitten mensen op de bank, wordt dat geaccepteerd. Weet je, gewoon een goede sfeer. Een goede, iedereen wil winnen, iedereen wil die reeks verder zetten. En, dat is wat ik hier ook heb meegemaakt. En dat zijn... Dat zijn de momenten dat je weet dat je mooie dingen gaat doen. Want het blijft een groepsport. En het is de enige weg om mooie dingen te doen. Dat is echt als groep. En dat hebben we wel. En ik denk dat Will dat echt gecreëerd heeft. Bovenop dat hij tactisch ook heel sterk is. Hopelijk blijft het gaan. Ja. Heb je al berichtjes gestuurd naar Brecht de Jager? Want komend weekend is tegen Toulouse, hè, waar Brecht kapitein is. Ja, inderdaad. Hij doet ook goed, hè? Ja, hij doet heel goed. Die Smeerlap heeft ons vorige week uit een beker gedaan ook. Dus we hebben wel iets recht te zetten dit weekend, dat sowieso. Ik ga hem niet sturen. Nee?
Nee. Het is, En hij stuurt jou ook niet? Nee, wat ik zeg, we hebben elkaar vorig weekend gezien. Dus er zit maar een... Nee, wat zeg ik? Vorige week, week en een half. Mm-hmm. Dus er zit niet zoveel tijd tussen. Hij was ook toen uitgevallen met opwarming, dus hij heeft niet gespeeld die wedstrijd. Maar ik denk dat hij nu wel... ik hoop het, dat we eens tegen elkaar gaan spelen. En komen elkaar dan tegen? Want door de posities kan dat wel, maar ja. Dat is niet al heel de tijd. Nee, ik heb... hij speelt in het middenveld daar. Ja. Ze spelen denk ik met twee aanvallende middenvelders. Ja. Dus ik kom hem normaal niet zoveel tegen. Ik kan wel een keer op wandelen gaan en hem opzoeken. Maar, bodychecks kunnen doen. Ja, maar ik denk dat het meer van hem zal afhangen of ik hem veel ga zien. Ik moet meer in positie zitten. Ja. Hij kan meer wat rondzwerven. Dus. Ja. Ja. Maar ik denk wel dat we elkaar kunnen tegenkomen. Dat we, ja. Het zijn twee gasten die je graag hebt zien spelen, denk ik. Ja. Brecht en Thomas. Ja, maar toevallig heel groot fan van Thomas eigenlijk ook. En van Brecht en ik, ja, dat is een heel andere uitzending. Er zijn zo gasten die hij haalt naar Gent, die dan een niveau halen waar je daar niet van verwacht had. En dan zijn er gasten die vertrekken, waar je voelt dat het met hij niet altijd super vlot loopt en die dan... supergoed spelen daarna. Dat is een grote vraag. Maar Tom, ja, ik ben een grote fan. Ik ben ook zeker van als Thomas mee was gegaan naar Rusland, dat wij wereldkampioen waren. Nee, die match tegen Frankrijk, wat Martinez allemaal heeft moeten doen om Meunier te vervangen. Mm-hmm. Als hij daar was. Mm-hmm. En die ging dat goed gedaan. En dat tactisch plan zou niet uitgedokterd zijn waar Martinez toen mee afgekomen is. Ja. Dan zouden we wereldkampioen geworden zijn. Ik heb dat al vaak gezegd in groepen en mensen hebben dan zoiets van, ja, zeker niet Buffalo supporters. Ja. Maar toch, ik ben er zeker van. Dat was het WK van 2018. Ja. Thomas, jij was daar inderdaad niet bij. Had dat te maken met die hartoperatie die je gehad hebt in 2017, het jaar ervoor, denk je? Goh, of het ermee te maken had, dat weet ik niet. Maar ik heb wel die operatie gehad en daarvoor was ik er... bijna elke selectie bij, op, allee, na elkaar, dus niet zo een keer wel, een keer niet. Ik voelde me toen wel echt bij de kern betrokken. Ik heb dan die operatie gehad en ja, dan is het heel moeilijk natuurlijk. Dan komen andere spelers op. Je bent rap een jaar verder. Dus dat was niet het ideale moment. Ik zeg ook niet dat ik geselecteerd ging zijn, verre van. Zo'n selectie is ook altijd veel kleiner dan de normale selecties. Dus er vallen sowieso spelers af. Dus het ging sowieso heel moeilijk geweest zijn. Maar ja, ik had gewoon de kans willen hebben om mij te bewijzen. En die heb ik toen niet gehad. Door mijn hartoperatie onder andere. Dus ja, maar bon. Vertel nog eens wat er precies aan de hand was met dat hart. Ja, wat was daarmee aan de hand? Dat vraag ik mij nog altijd af, want ik heb eigenlijk nooit... last gehad, nooit iets gezien, gevoeld, niks. Dat was eigenlijk... Ja, ik ging die transfer doen naar Atalanta. In Italië zijn ze toch heel, heel streng daarin, qua hartonderzoeken en al die zaken. En ik daar toch serieus wat onderzoeken moeten ondergaan. En hebben ze dat dan gezien? Dan is het toch wel even slikken. En wat hadden ze dan precies gezien? Ja, dat is heel technisch natuurlijk. Dat was een... hoe dat ze het mij altijd uitleggen, een soort van... Een ader die op je hart ligt normaal, die even in je hart en eruit ging. En door het pompen van je hart op die ader kreeg die niet genoeg zuurstof. Heel simpel uitgelegd, denk ik. In principe kan iedereen daar gewoon mee leven en moet dat niet in operatie. Maar ja, met al die voetbal, al die regels... Ik zeg het, ik had altijd het gevoel dat ik me eigenlijk gewoon heb moeten opereren. Gewoon om op papier te kunnen zeggen, kijk, ik heb me geopereerd, is het nu goed? Ja. Want ik heb er nooit last van gehad. Los daarvan, als je weet dat er iets mis is, het is je hart. Allee, ik wou mij ook sowieso opereren, zelfs al ging ik niet meer voetballen. Om... in je hoofd zeker te zijn. Na die operatie heeft die chirurg mij ook gezegd, ik moet u niet meer zien. Het is niet van, kom nog een keer op controle, want dat zijn zaken die ik niet graag heb. Zo op controle, dat is elke keer weer die onzekerheid. Mm-hmm. Nu was het echt,
operatie up, gedaan en vertrekt maar. Dus ja, het was niet zo leuk op een bepaald moment, maar... Ja. Want het heeft jou die transfer gekost, inderdaad. Hè. Maar het belangrijkste is denk ik toch dat je er uiteindelijk nooit last van gehad hebt. Ja. Johan, vertel eens in jouw woorden, wat voor een voetballer was Thomas Fouquet voor jou? Of is Thomas Fouquet? Ja, de perfecte flankspeler eigenlijk. Snel, een bijter, heel balvast en een goede pas. Ja. Zo zijn ze niet... Ze komen er niet vaak tegen. Allee, zeer belangrijk voor de kampioenenploeg en ook de ploeg daarna die Europese successen heeft behaald. Ik denk, als ik dan zou kijken als regisseur en als trainer, een van de eerste dingen voelt op een blad, denk ik. Mm-hmm. Absoluut. Ja. Ja. Dat is wel een goede vergelijking die je daar maakt. Hè. Is een regisseur eigenlijk wat een trainer is en een acteur wat een speler is? Ja, want, ja absoluut. Want ik heb al met veel... we hebben het dan over film en niet over theater. Ja. Want in theater geloof ik niet in regisseurs. Maar ik ben daarvoor te autonoom en ik wil mijn goesting doen. Maar in de film... Zo doet het er ook bij ons. Hè? Ja, voilà. Maar in film is dat zeer belangrijk. Wat Thomas daarnet zei over Wil... Dat hij een sfeer weet te creëren, een kleedkamer kan omvormen tot allemaal gasten die in de ploeg geloven en daar een ploeg van kunnen maken en een goede sfeer creëren. Dat is eigenlijk wat een regisseur met zijn mensen moet doen. En dan hebben we het niet alleen over de acteurs, maar ook over de hele crew. Bijvoorbeeld Felix, naar mijn gevoel de beste regisseur waar ik al ooit mee gewerkt heb. En ik heb wel wat buitenlandse regisseurs tegengekomen ook. Mm-hmm. Die kan het gevoel geven van gasten, we moeten er voor 150% voor gaan, allemaal. En zo... Twee keer per dag roept hij zo, allee, gasten! Omdat hij voelt dat de energie naar beneden gaat. Maar ondertussen heb je wel een ongelooflijk familiegevoel. En heeft de gast die de kabel streept, zowel als een acteur, het gevoel, wij doen dit samen. En dat is zeer belangrijk. Ja, ongetwijfeld. Hoe was de regisseur Hein van Hazenbroek voor jou? Ja, die was voor mij persoonlijk, allee, voor de groep, is die heel belangrijk geweest. Hè. Ik heb het al gezegd... Die groepsdynamiek, er wordt nog gepraat over onze stages in het begin van het seizoen, in het middenseizoen. We hebben veel gevloekt ook, sowieso, veel gelopen. Maar ja, dat schept een band. En het is eigenlijk van in het begin denk ik ook zijn doelstelling geweest om een groep te maken. En ik denk dat ze hem die kans ook hebben gegeven. Ze hebben... Er zijn veel veranderingen gekomen, veel spelers die weg moesten. Spelers die dan kwamen, zoals Johan zei, waarvan gedacht. Mm-hmm. Ja, kunnen die dat wel? Mij inbegrepen vooral. Ik denk dat dat wat afwachten is. En soms vallen alle puzzelstukjes samen. En ik zeg het, ja, hij is daar de drijvende kracht achter geweest. Ik mag vooral het tactische niet vergeten. Ook veel opgevloekt op al die meetings en al die... Maar dat heeft mij ook persoonlijk als voetballer echt op jonge leeftijd direct heel veel stappen laten zetten. Die ik nu nog altijd gebruik. Dus, ja, en jij was ook de ideale speler voor zijn systeem, hè, denk ik, op die rechterflank. Ja, dat viel ook natuurlijk goed mee. Dat was... Ja, ik denk dat was een systeem dat niet veel gespeeld werd in België. Kortrijk was daar gekend voor onder Hein, maar dat was zo nog iets opkoming, die driemansverdediging. Maar inderdaad, ik was ook nog jong en zoekende naar mijn echte positie. Ja, ik was aanvaller geweest in de jeugdreeks. Dan zit je op het echte voetbal dat ik misschien toch meer verdediger was. Ja, en dat was iets tussenin, dat was iets... En vooral, dat was iets in functie van de ploeg. Ik ben niet iemand die in de schijnwerpers wil staan. Martínez heeft dat ook een keer gezegd. Dat ik speel om anderen beter te maken. En ik voel dat ook als ik speel. Ik heb niet liever dan dat die daar rond mij goed spelen. Want dan weet ik dat ik ook goed bezig ben. Dat ik in een goede positie zit. En dat denk ik in dat systeem met Hein... Dat was een soort in functie van de ploeg, vond ik een beetje, die flankpositie. En ik mocht alles doen. Ik mocht lopen, ik mocht aanvallen, ik mocht verdedigen. En vooral met druk naar voren. En dat, ja,
Alles viel samen op die moment. Het is de positie waar Mathis Samoise normaal speelt nu. Ja. Oké, hij is geblesseerd op dit moment, maar die twee zijn dan wat te vergelijken qua voetballer? Ja, maar ik vind Thomas matuurder. Ja. En iets intelligenter ook qua voetbalinzicht. Zonder twijfel gaat Mathis dat ook die stap zetten. Hè. Maar toen Thomas hier speelde, ik weet niet wat het leeftijdsverschil is tussen Mathis nu en Thomas toen, maar het zal ongeveer hetzelfde geweest Mathis zijn. Mathis is nu 21, denk ik. Ja, dat zal ongeveer hetzelfde geweest zijn, ongeveer. Of? Ja, ik ben teruggekomen na Oostende op mijn 19, denk ik, kampioenjaar. Was ik 19, denk ik. 19, 20. Maar toch had ik het gevoel, bij Thomas hebben we een soort rotsgevoel. Dat hij bijna na Azari ook had. Een soort, op zijn toppunt, zo, een gevoel van... Thou shall not pass. Zo. en bij Mathis ja, voel ik me onzekerder. Maar hey, toptalent, hè, zeker. En Alessio ook. Hè. Mm-hmm. Ja. Stop. Ja, want ze spelen inderdaad nog altijd in dat systeem met die flankspelers. Nu, je laat daar je leeftijd vallen van toen je naar hier teruggekomen bent na die uitlijnbeurt bij Oostende, 19 jaar. Dus dat wil zeggen dat je er eigenlijk heel vroeg bij was. Hè. Was het op je 16e niet dat je van Dilbeek naar Gent gegaan bent? Eigenlijk van een ploeg uit de lagere klasse, meteen naar een eerste klasse, naar het eerste elftal dan nog. Dat is wel straf. Ik denk dat ik al 17 jaar geweest ben. Ja? Ik heb 2 jaar in de eerste ploeg in Dilbeek gespeeld. En dan ben ik naar hier gekomen. Ik denk dat ik 17 was. Ja, ik was 17. Ja, maar dan nog. Is eigenlijk piep jong om vanuit de lagere klasse dan nog die stap te zetten naar een grotere club in eerste klasse. Hè? Ja, maar voor mij was dat eigenlijk een logischere stap. Want ik zat daar in Dilbeek. Dat was vierde klasse toen. Rond mijn 14, 15 trainde ik mee met de eerste ploeg. En was het gewoon wachten tot ik mee mocht spelen. Dus ik had eigenlijk al 2 jaar in echt mannenvoetbal gespeeld. Zo. Die lagere reeksen is toch... Je hebt zo wel soms wat talenten, maar het is toch wel echt mannenvoetbal. Je leert daar in duelvoetballen. Dat leert je niet in de jeugdreeksen, denk ik. Want ik heb eigenlijk niet veel in de jeugdreeksen meegedaan. En dat heeft mij wel geholpen. Dat heeft ook mijn keuze voor Gent geholpen. Want hier werd ik direct in de A-kern opgenomen. Want ja, je wilt zo niet meer... terugzakken naar het jeugdvoetbal op die moment. Zelfs al ben je dan 17. En ik had zoiets van... Ja, ik wil gewoon zoveel mogelijk leren door op een hoger niveau mee te doen. En we zien wel. Dat was bij mij vooral het ding. We zien wel. Ik voetbalde gewoon heel graag. Ik studeerde hier. Ik zat hier op kot met andere studenten. Dat was een fantastische tijd. Ja, is er ooit interesse geweest van Anderlecht? Want als Dilbekenaar zou je dat misschien de meer evidente keuze of richting vinden? Ja, ik denk het was vooral Anderlecht, Brugge en Gent. Maar ik zeg het, Anderlecht en Brugge was dan eerder een project zo wat belofte. Mm-hmm. Misschien A-kern zo wat, nog wat tussen de twee. En hier was het echt... Ik word opgenomen in de A-kern en dat was voor mij doorslaggevend. Alleen mede met alles, hè. De club, alles, de universiteit was ook. Mm-hmm. Dus ja, hier viel alles samen en die keuze is snel gemaakt geweest. Ja, ja. Weet je nog wie er aangedrongen heeft op jouw komst naar Gent? Wie dat was? Ik denk dat dat wel meerdere personen zijn. Ik kan er mij op die moment wel een paar... Ik weet ook vooral Michel de Grote. De scout. Ja. Ja. Die heeft daar zeker ook een aandeel in gespeeld. Maar ja, hoe dat werkt, dat is moeilijk. Het is ook lang geleden. Maar de naam die me altijd bijblijft was Michel de Grote ook. Ja. Ja. We zitten hier Gilbert nu in de Groot, Gilbert, inderdaad, correctie. Ja, ik zat met Michel Louagie. Ja. We halen de namen door elkaar. Maar Michel Louagie en Gilbert de Groot. Juist. Nee, geen probleem. Ik was zelf ook even kwijt. Maar geen probleem. We zitten hier nu in de Gelamco Arena, ging ik zeggen. Maar het gaat inderdaad al een tijdje terug. Jij hebt nog in het Otto Stadion gespeeld dan. Ja. Ik heb dat geluk nog gehad om daar te spelen. Ik weet niet of het... Ik denk dat het vooral een keer ingevallen was. Of misschien 1 keer gestart zelfs. Ik weet het niet. Toen was mijn kapitein, de grote Hannes van der Brugge. Ook een van de mensen die mij naar hier wou,
allee, de begeleiding naar hier heeft geholpen. Topkerel ook. Zalige ja, gast. Ik heb, die komt ook af en toe naar het toneel kijken. Dat zie ik hem zo. Hij is cultureel geïnteresseerd. Ja, sowieso. Ik ben al een paar keer tegengekomen. Sowieso, een slimme gast. Ja. Het Otto-stadion, daar zul jij meer geweest zijn dan Thomas, hè, ja. Johan? Ja, tuurlijk. Ik zei het. Wanneer ben jij agent beginnen te volgen als supporter in het stadion, zeg maar? Ik denk dat in 73, ik kan verkeerd zijn, maar toen speelden we in derde klasse, geloof ik. En toen was ik 6 jaar. En toen heb ik voor agent gespeeld, bij de premiumen. Maar mijn vader, die had een reisagentschap in Leedberg. En die was sponsor van de ploeg toen. En dus had hij gezegd van, mag mijn zoonke niet meedoen met Helder? En toen was dat nog mogelijk. Nu moet geselecteerd worden al op die leeftijd. Maar na 6 maanden had ik zoiets van, de druk is hier te groot of zo. Ik voelde me niet op mijn gemak. Ben ik naar SK Ledenberg gegaan. Maar toen ben ik ook met mijn vader beginnen mee gaan kijken naar de matchen. En door het feit dat mijn vader sponsor zat, zaten we op de eretribune. En voilà, zo ben ik... En dan op een gegeven moment zijn mijn ouders gescheiden. Kon mijn vader mij wel halen, want we hadden zo bezoekrecht, 1 keer om de 2 weken. En dat was altijd op de match van de Buffalo's. En dan gingen we altijd samen naar het voetbal. Ja. En daarna met hem nog pinten gaan drinken. Allee, hij dronk dan pinten. Met Giba en al, die daar rondliepen. En ik ben echt... Voor mij, agent is nog altijd tot het stadion. En de ploeg, vooral de ploeg Larijssen, Koudijzer, Pirelli, zo die mannen. Ja. Dat is voor mij waar mijn hart blauw en wit geworden is eigenlijk. Ja. Is het waar dat je ooit nog als jonge knaap de aftrap gegeven hebt bij een wedstrijd? Nee, dat is niet waar. Maar ik heb dat verteld aan uw redacteur, denk ik. Als jonge gast heb ik... De eerste keer dat ik op televisie kwam, mijn vader bleef altijd pinten drinken. En dat was er Carl Huibrechts, die mij Albert de Meester, de toenmalige voorzitter, een interview had. En die mens zei om de 2 seconden niet waar. Die zei, ah wel, niet waar, we komen samen, niet waar, we zijn dan gewonnen, niet waar. Zo, om de 2... En ik stond daar dan achter. En ik zo'n klein kindje die dan zo met zijn sjalke daarachter stond. En dat was de eerste keer dat ik op televisie kwam, want de dag daarna was dat, kan je zien op televisie, op sportweekend. Ja. En ik heb de aftrap mogen geven in 2008, met de broers van de Glaasheid der Dingen, omdat Felix, Bert Haalvoet, er zaten nogal wat buffalo's de kern van die film. Ja. En we hebben toen een aftrap gegeven. Okay. Ik heb toen Aad Koudijzer mogen ontmoeten, want die was daar toen ook die een dag. Ja. Ja. Ik zit nu spontaan te denken, omdat je ook Felix vernoemt aan Lucas Dont, de regisseur, die trouwens ook genomineerd is voor een Oscar, net als jij, die eer ook al te beurt gehad hebt. Maar die meer kans heeft om het te halen, denk ik. Ja, het zou kunnen. Ja, daar durf ik mij niet over uitspreken met zijn film Close. Maar goed, dat zien we binnenkort in maart, denk ik, zijn de Oscars. Ja. Is hij ook een Buffalo, Lucas Dont? Dat weet ik niet, want ik heb Lucas nog maar 1 keer gesproken. Wij kennen elkaar niet zo goed. Wij werken... Allez, ik werk voornamelijk in Frankrijk eigenlijk de laatste jaren. En we hebben elkaar in Cannes gezien. Mm-hmm. Dat is het. Maar dat weet ik niet. Maar het zou me niet verwonderen moesten Michiel en Lucas ook met agent opgevoed zijn. Want het zijn alle 2 Gentenaars, zij en zijn broer. Dus, Bel hem eens op en pak hem eens mee naar de Gelamco Arena. Tot het stadion gaat dat niet meer lukken. Dat is volledig een woestenij geworden. Hè. Ja. Daar staat nog één piloon overeind, denk ik. En voor de rest, onkruid en dat soort dingen. Ja, maar er zal wel een bouwproject, want ik geloof dat van Stad Gent is de grond zelf. Dus er zal dan wel een sociale woning of zo. Dat zou ook wel goed zijn, eigenlijk. Ja, ja. Wat vond jij ervan, van het Onderstadion? Hoe kun je dat vergelijken met de Gelamco in zaken sfeer enzovoort? Ik heb er niet zoveel gespeeld, maar ik weet wel nog qua sfeer was dat ook enorm. Ik denk, ze zaten wel dichter op het veld toen. Ja. Dat creëert toch iets. Dat leeft ook wel iets meer. Hier heb je natuurlijk een beetje de dingen, maar... De gracht. Het stoort niet zoveel, want ik moet zeggen, tijdens het kampioenjaar Champions League was sfeer hier... Ongelooflijk, was echt niet normaal. Dus of daar nu een gracht is of niet, dat voelt je niet zoveel hier. Maar ja,
dat ook iets, dat charme. Het was oud, de kleedkamers waren gans versleten. Maar ja, dat heeft iets. Dat heel veel charme, ja. Maar inderdaad, ik herinner mij de eerste aflevering van Stropcast met Hein van Hazenbroek. En toen had hij het ook over de sfeer hier in de Gelamco Arena. Vooral in de thuismatch tegen Valencia. Ik weet niet, Johan, of je er toen was. Nee. Maar Hein zei, wat ik toen gehoord heb en wat er toen van de tribunes kwam, dat had ik eigenlijk nog nergens meegemaakt. Jij was er toen, dus jij zou dat ongetwijfeld kunnen bevestigen, Thomas. Ja, sowieso. Dat was een ganse wedstrijd lang dat je... We waren echt op een wolk aan het voetballen. Dat was echt gewoon zo leuk, die match, om te spelen. We hebben daar zoveel plezier uit gehaald. Spijtig genoeg niet gewonnen. Dat de kers op de taart geweest. Maar de sfeer, dat was ongezien. Ja. Het was een ganse match lang. Vanaf de eerste minuut. Die Champions League hymne die je dan ook zo weer hoort in het begin. Dat was fantastisch, sowieso. Ja. Heb jij veel van die wedstrijden in het stadion meegemaakt, van die Champions League campagne? Nee, dat zijn moeilijke dingen. Dat is, ja. Trouwens, op die moment, ik weet nog heel goed, toen zat ik in Limoges een film te draaien. Ja. Ja, dat kun je moeilijk 8 uur rijden, dat gaat niet. En kon je toen ook wachten op de uitslag? Of, Nee. Ik heb die match ook niet gezien, want in Frankrijk moet ik je proberen om... Dus ik heb die nooit gezien, maar het was wel fijn om toen in die periode supporter van Agen te zijn, dat moet ik wel zeggen. Miguel Wiels vertelde hier, was hier ook te gast, dat hij tijdens een optredens dan de iPad naast zich zette en de beelden van Agen bekeek terwijl hij aan het spelen was. Heb ik ook al gedaan, dat ik een zondagnamiddag moest spelen... in de KVS, want daar doen ze dan nog matinees. En dat ik achter scène een computer heb staan met de match op. Dat gebeurt. Ja. Ja. Wat vind je er nu van de sfeer, zeg maar, in het stadion? Want het is niet altijd even makkelijk. Hè. Het stadion raakt niet meer helemaal vol. Nee. Heeft corona ongetwijfeld een rol ingespeeld? Ja. Om de mensen keren nadien moeilijker terug, is toch de indruk. Ja, dat is een beetje een algemene malaise. Mensen hebben thuis ontdekt of zo. En het is wel belangrijk als mensen uit je kot komt. De culturele sector heeft dat ook, de cinema's hebben er ook last van, de theaters hebben daar last van. Maar ja, en er is ook meer aan de hand, denk ik. Er is een soort waar het nieuws sinds 2014, 2015 altijd zeer positief was. Over Agent komen er nu, kijk, ze liggen hier. Er wordt veel meer gewurteld dan vroeger. Ja. En dat zorgt voor een ding. Ik ken ook mensen die zoiets zijn van, oh, je mocht dat niet meer roken, ik ga niet meer. En er zijn zo allemaal van die redenen dat ik denk van, ja. En ook, we zijn niet, naar mijn gevoel, niet beroemd om onze sfeer. Wel als er uitmatchen zijn, dan als ik naar televisie kijk, uitmatchen, ik hoor altijd die Buffalo supporters. Ik ben altijd trots. Allee, voor die gasten, hoeveel arbeid dat ze die maken. En dat doen ze hier ook. Alleen, zo, het is vrij moeilijk om die tribune en die tribune, dus de Telenet-tribune en daar de Spion komt, dat is gemakkelijk. Daar komt een vrij veel sfeer van. Maar daar, die twee tribunes, die werken niet mee. Ja. Dat is jammer. Ja. Oké, we moeten eraan werken. We gaan dat ook met z'n allen proberen te doen. Ja. Maar je vernoemt onze wortelbak die hier staat, inderdaad. Jullie zitten er al de hele tijd op te kijken. Ja. Ben je bekend met ons fenomeen van de wortelbak? Nee. Dat is vrij simpel. Hè. Wortelen, jij weet als Gentenaar wat dat is natuurlijk. En de Gent-supporter staat erom bekend dat hij al eens graag wortelt. Dus er zitten er een hele hoop in, wortels. Er zit een briefje rond. Een van jullie mag er eentje uitkiezen. En dan lezen we een van de klachten die wel vaak de ronde doen. Kies jij maar. Ik zal ietsje pakken. Ja. Jonge onschuldige hand. We zullen zien wat erop staat. Misschien Johan Heldenberg komt te weinig op televisie. Dat kan ook. Oh, nee. Laat uit, alsjeblieft, op televisie. Nee. Nee, oké. Voilà. Dus je hebt er de bovenste afgenomen. Thomas, lees maar voor. €20 voor een match tegen Karabach is te veel. Ja. Dat gaat dus over de tegenstander die we momenteel treffen in de Conference League. Vorige week waren we in Azerbeidzjan. 1-0 verloren en nu is het komende donderdag de terugmatch tegen Karabach. En abonnees kunnen een ticket kopen in de voorrangsperiode voor €20 achter het doel. Dus ofwel tribune 2 of 4. En sommigen vinden dat te veel. Dat is natuurlijk een persoonlijke kwestie, Johan. Maar wat vind je zelf? Het is een Europese wedstrijd natuurlijk. Ja, het is de Conference League. Ja. Het is Karabach.
Ik vind dat te veel, ja. Ik versta ook het bestuur in die zin dat de manier waarop deze club gerund wordt en de problemen die ze hebben en onze autonomie, dat daar... Ik versta het ook. Alleen voor een gewone mens is dat gewoon bovenop het abonnement gewoon veel geld, ja. Want weet je, ik ga met mijn twee zoons, die zijn ouder dan 16, en dan is dat €60. En er zijn nog mensen, die pakken misschien 4 mensen mee. Dat is een bedrag ineens. Het is natuurlijk wel live voetbal en het is natuurlijk geen cinema-ticket, die ook te duur zijn, naar mijn gevoel. En je kunt nu natuurlijk de vraag stellen... er zijn mensen die zeggen, Ronaldo en Messi moeten niet zoveel geld verdienen, maar dan denk ik, wie moet er dan wel geld verdienen? Moeten die mannen met elders sigaar achter onder hun bureau geld verdienen? Denk ik, ja, ook, maar zeker niet zoveel. Dan denk ik, het enige dat... De televisierechten en de voetballers krijgen veel betaald en dit en dat, maar ik heb het gevoel dat de tickets, zeker in tijden van crisis, een beetje naar beneden mogen, eigenlijk. Maar dat het voor Gent onmogelijk is om dat te doen, dat snap ik ook. Dus het is een vrij moeilijke discussie. Ja. Zou het ook kunnen te maken hebben met de naam van de tegenstander, Thomas Karabach? Dat is nu niet de meest sexy tegenstander wellicht. Mensen weten er ook weinig van. Ik vermoed, als de tegenstander pakweg, Arsenal geweest was. Dat hoeft niet PSG of Arsenal te zijn. Of Valencia of wat dan ook. Of Inter Milaan, ik zeg maar iets. Dan zou er niet gewurteld worden over €20. Denk ik. Nu, dan was het misschien nog meer geweest voor een ticket. Maar goed, dat mensen er niet warm voor lopen en misschien al iets sneller gaan vitten op de prijs, heeft misschien ook met de tegenstander te maken. Ja. Dat kan, maar ik denk dat, zoals Johan zei, dat het... Er zal wel een kern van waarheid in zitten. Ik weet niet van waar dat de prijzen komen. Ik ben daar niet zo goed in mee, maar ik heb nu, ik denk dat het onlangs was, supporters van Bayern, denk ik, bij PSG ook. Ook een groot spandoek, dat ging ook om de ticketprijzen. Het is niet enkel de Gent-supporters. Dus ik denk wel dat het wel waar zal zijn, dat ze inderdaad te duur zal zijn. Maar er spelen zoveel belangen mee. Club Brugge ook een item nu voor de wedstrijd tegen Benfica, blijkbaar. Wat natuurlijk Champions League is. Ja. Wat dan ook weer voor een wat hogere ticketprijs zorgt. Daar was het ook niet uitverkocht. En werd er ook gesproken over de te hoge prijzen. Het kan dat de voetbal gewoon een dure of misschien te dure hobby geworden is voor velen. En dat is spijtig, ja. Want het zijn gewone mensen die naar de voetbal gaan. Het zijn niet de rijke mensen in Sint-Marslaatum. Allee, niet allemaal, die komen ook. Maar snap je, je gaat je publiek verliezen op een gegeven moment aan de televisie. En wat heb je dan nog? Want de stadionervaring is gewoon zeer, zeer belangrijk voor het voetbal. Ja, absoluut. Dus je zou daar toch moeten over nadenken. Een club als Gent heeft natuurlijk een verdienmodel waarbij die tickets belangrijk zijn. Ook de inkomsten uit catering enzovoort. Wat dat betreft staat de club misschien op een soort kantelpunt. Je kent het verhaal ongetwijfeld van de zoektocht naar een investeerder. Hoe kijk jij daarnaar? Ben je daar een beetje onzeker over? Tuurlijk. Ik ben ook altijd trots geweest dat wij zo nog de enige club waren zonder dat soort grote investeerders, meestal uit het buitenland. Je hebt ook nog Racing Genk, Charleroi. We zijn stilaan bij de laatste. De stad Gent heeft heel veel geïnvesteerd in Gent, zeker als het moeilijk ging. Ik zou onze autonomie toch willen bewaren, maar aan de andere kant, ik vind het een moeilijke... Over geen enkel ander onderwerp. Mensen vragen mijn meningen, maar over geld en zo mogen mij echt mijn mening niet vragen, want ik ben echt een kneusje. Ik vind het moeilijk. Ik vind het alleen... Maar ik hoor jou een beetje zeggen dat je toch vooral wil dat Gent blijft. Maar dat is natuurlijk ook een soort conservatieve gedachte. Ja. Anderzijds willen die Gentenaars ook graag dat hun club meespeelt aan de top natuurlijk. Dat is het. En zonder centen gaat het moeilijk. Ja, dat is, maar bij mij is dat niet. Weet je, ik ben als ik zeven jaar was, en dan speelden we voetbal op de speelplaats van school. En daar waren de helft van mijn klas waren ofwel Robbie Rensenbrink ofwel Raoul Lambert. Ja. Ik was een onbekende Gentse speler uit tweede klasse, weet je. En dan speelde
Anderlecht kampioen en dan speelde Brugge kampioen, dan waren die gasten zo van, gij, en dan moest ik altijd zeggen, maar wij zijn sympathiek, of zo. En toen in 2015 heb ik staan blijten, echt waar, dat we kampioen waren. Gewoon omdat er zoiets had, al die hartjes, wij kunnen meebabbelen, wij zijn ook een keer kampioen geweest. Maar de basis in mijn hart is nog altijd van, dat zou fantastisch zijn, moest dat ieder jaar zijn, maar voor mij hoeft dat niet, om supporter te zijn en supporter te blijven. Ik heb liever dat wij de Gantoise blijven en het misschien ene keer om de 20 jaar of 25 of 30 jaar meemaken, dan dat we onze ziel verloochenen en snap je wat ik wil zeggen? Ja, het is moeilijk om uit te leggen. Nee, ik wat begrijp wat je bedoelt. Is, ik weet het niet. Voor jou hoeft er niet elke jaar zoveel miljoen ingepompt te worden om per se mee te doen voor de titel. Nee, je wil liever dat Gent Gantoise blijft. En oké, is dat enkele jaren vijfde, zesde plaats ook goed. Ook zo die twee jaar dat Torp bijvoorbeeld trainer was en dat we dan verloren tegen Mechelen. Dat was allemaal vreselijk natuurlijk om mee te maken. Maar wij speelden wel schoon voetbal. En wij verloren dikwijls onterecht matchen. Dat gebeurt nu ook weer onder Van Hazenbroek. En dat je denkt, van, het is gelijk dat een duvel ermee gemoeid is. Maar voorlang dat het schoon voetbal is en tof om naar te kijken, dan is het voor mij goed eigenlijk. Kampioen worden, dat is inderdaad één keer gelukt. Hè. 2015, toen jij hier in tranen stond, zoals je zelf zegt. Ja. Jij was daarbij natuurlijk, hè. Thomas, bij die kampioenenploeg. Wat maakte die ploeg zo goed eigenlijk, zo sterk? Kun je dat nog eens onder woorden brengen? Goh, vooral het feit dat ik nog met bijna alle spelers van die ploeg volg ik nog op alles. Probeer ik ook van tijd zo'n keer contact. Nu is het allemaal makkelijker met sociale media natuurlijk. Maar we waren echt een ploeg. We wilden ook altijd winnen. We gaven ons altijd 100%. Er is toen echt een echte vriendengroep gecreëerd geweest. Die er echt voor wil gaan. Kampioenspelen moet het altijd meezitten. Moet zo van tijd een keer, hadden wij dan een keer de Simon die dan ineens opstond. In een kampioenploeg heb je zo van die zaken nodig. En dat valt dan goed, een speler die ineens ontploft. En daar rond had je gewoon één groep ook die boven zich uit aan het stijgen was, sommige spelers. Gewoon door het feit dat je plezier maakt, vooral ook. Dat je er goesting in hebt. Geen schrik van, ik had toen ook echt niet, denk ik heb zelfs de laatste match hier thuis heb ik op de bank gezeten zelfs. Kampioenenmatch. Na bijna een heel seizoen te moeten spelen. Echt, dat kon mij niet schelen. Ik wou gewoon winnen samen met de rest. Of ik speel of iemand anders, dat maakte mij niet uit. Ja, echt? Ik heb veel gespeeld. Dat is moeilijk om te zeggen natuurlijk. Ja. Ik zat niet op de bank. Maar dat is het belangrijkste. Dat iedereen weet, oké, het is gewoon samen. En speel ik niet. Als je van die rot appels hebt in de ploeg, die de sfeer wat verzieken, dat is altijd moeilijk. Los daarvan zaten we tactisch ook heel sterk met Hein. Dat was toen echt een beetje een speciaal systeem waar veel ploegen geen vat op hadden. Ja. Ik weet dat er toen altijd sprake was van de code kraken en zo van die dingen. Want Brugge had ze dan gekraakt op een bepaald moment. Dat was zo... Ja, dus dat systeem, alles veel goed doen. Ja. Maar ik weet nog dat we dat jaar, ik weet niet wanneer dat was, maar we hadden thuis Anderlecht hier. Ik weet dat het redelijk schoon weer was en zo. En we zijn toen 2-1 verloren, denk ik. Dat seizoen tegen Anderlecht thuis. En dat was geloof ik nog in oktober of zo. En ik had dat nog nooit gezien van Gent, hoe goed dat we er speelden. Ja. Ik had zoiets van, wij kunnen kampioen worden met deze ploeg. Want dat was, wij verloren wel, maar... Dat was champagne voetbal, om dan terug naar Reims te gaan. Maar dat was echt fantastisch, jongen. Echt. Ja. Vanaf wanneer zijn jullie die gedachten beginnen in jullie hoofd te steken van wij kunnen misschien wel eens kampioen worden dit jaar? Het zal niet vanaf speeldag 1 geweest zijn, natuurlijk. Nee, zeker niet. Goh, die gedachten. Is die er ooit geweest, eigenlijk? Ja, dat is echt een goede vraag. Want soms valt dat ineens goed. Die play-offs, die punten worden gehalveerd.
En ook Moses Simon, die ineens in februari iedereen van ja, dus dat zijn van die kleine zaken die alles kunnen veranderen. Want je hebt ook altijd een dip in een seizoen. Dan moet dat misschien tijdens die verliesmatch van 2-1 geweest zijn. Ja. Dat je zo even, als dat tipje juist op tijd valt en je daarna in de play-offs je kunt overstijgen. Uh-huh. Ja, dat is geblesseerde spelers dat we niet al te veel hebben gehad. Er zijn zoveel zaken die het kunnen. De andere ploegen die het wel laten afweten, ja, is ook soms. Ja. Ik denk dat Brugge was toen ook een beetje in twijfel, Anderlecht helemaal aan het veranderen. Het moet allemaal wat meezitten, maar je moet het wel doen. Hè. Het, ja, is, het gaat over een gans jaar dat je spreekt, dat je top moet zijn. En, we speelden ook geen Europees toen. Dus in die zin waren we ook wel vrij fris. Maar, ja. En fysiek ook heel sterk, hè? Meen ik mij te herinneren van Hein, ja, die echt zei van dat was een ploeg die konden lopen en blijven lopen. Ja, ja, maar dat is ook wel gecreëerd geweest door Hein. Hè? Ik denk niet dat je van de helft van die ploeg kon ervoor misschien niet zo lopen. En ja, we hebben afgezien, hè? We hebben ervoor gewerkt, maar... Allee. Met plezier natuurlijk, hè, maar we hebben toen wel echt de stages voor het seizoen, tijdens het seizoen, tussen matchen in soms. We hebben veel bos gezien toen. Dat is zeker waar, sowieso. Ja. Ja. Zeg, Johan, die kampioenenmatch dan hier thuis in de Glamco Arena tegen Standard, dat moet wel iets geweest zijn als Gent-supporter. Voor, tijdens, erna ook zeker. Maar ja, dat was... Ja, heel die frustratie van de zesjarige... Echt huilen, dat was echt... Ik heb echt staan blijten. Dat was waanzin. Ik geloofde dat ook niet. Ja. Want dat zag er ook niet naar uit, 4 weken daarvoor. We hadden wel zo, mathematisch kan het, of zo. Ja. Maar dat jaar was het nooit van... En ineens gebeurt dat, en dan is dat... Dat was... Ja, ik kan daar... Niet anders. Ik weet nog, ook daarna allemaal naar de stad en dat was... Oh, dat was ook een vreemd feestje daarna. Dat was niet te doen. Ik kwam dan ook zoveel mensen tegen die ik in jaren niet gezien had. Ja. Allemaal zo aan de Vlasmarkt. Waanzinnige dag was dat. Ja. Wat is dat je allermooiste herinnering aan Gent? Nee, dat is een snel antwoord. Ja, nee, omdat voor mij... ik weet niet, het jaar dat we gepromoveerd zijn, ik weet niet meer welk jaar, maar was ik tien, elf. Misschien ouder, ik weet het niet meer. Maar ik geloof dat we, dat was het tot in het stadion, tegen Charleroi, kampioen gespeeld zijn van tweede klasse. En dat wij dan hebben we zo gelijk onnozelaars, zijn we op het veld bestormd. En dat was voor mij het schoonste dat ik ooit gedaan had. Ja. Ook op dat gras lopen van het Ottenstadion op dat moment. En die ploeg die daar ook bleef rondhangen. En had Koudijzer aanraken. En Lorijsen, wat een grote fan wat was. En ik geloof, Michel de Wolf zat daar toen nog niet, denk ik. Ik weet het niet zeker wie dat er allemaal speelde. Maar dat was het schoonste moment. Ja. Ja, ja. Ja, je hebt inderdaad nog promoties meegemaakt. Ik kunt het je nu niet meer voorstellen. Maar Gent heeft nog wel degelijk in de lagere klasse gespeeld. Ja. Ja. Ja, het is nu helemaal anders natuurlijk. Zeker als je dan weet wat er na die titel komt, Thomas. De Champions League campagne van 2015-2016. Ik ga dezelfde vraag eens aan jou stellen. Welke is jouw mooiste herinnering aan Gent? Oké, je hebt die titel, maar daarna is er nog veel gekomen. Hè? Om maar eens te zeggen, die Champions League met jouw doelpunt onder meer in Valencia. Ja, het is persoonlijk is het zo moeilijk om er een moment uit te pakken... Dat kampioenspel is wel echt niet normaal. Als we daar met die bootjes... die dagen daarna ook heb ik in een roes geleefd. Ik heb ook door de straten zitten... Ik kan me voorstellen dat er geen einde kwam aan de festiviteiten. Nee. Die zijn echt lang blijven doorgaan. Dat was echt top. Maar ja, die Champions League daarna, dat was met de sfeer ook toen in dat stadion, dat was ongelooflijk. Die match thuis Valencia is sowieso een hoogtepunt ook. Maar iets verder dan ook, ja, hebben we ook Europees Tottenham, Wembley. Was ook echt niet normaal.
Ja, het zijn er te veel. Ik kan er echt niet één uitkiezen. Het zal sowieso iets collectiefs zijn. Die goal in Valencia, oké, sowieso. Ja. Was zalig. Ook nog lang nagefeest, maar... Ja. Ja, het gaat sowieso iets collectief geweest zijn. Ja. Beschrijf ze nog eens die goal. Ik zie ze nog voor. Het was een harde trap, hè? Ja. Ja. Het was een van de zoveel ballen die Neto mij diep stak als ik de lijn afging. Dat was echt... Ik denk dat blind ging. Het was Renato of het was Fenn. Ik wist, als ze met hun rug stonden en ze draaiden open... dat was gewoon echt vol een bak gaan. En die ballen kwamen altijd. Dat zat er gewoon in. En daar weer, ja... Neto speelde mij mooi in mijn loop, juist over het hoofd van de verdediger. En die bal botst wel, dat is altijd moeilijk. Je kunt niet zo nog een goede pas, want je gaat tijd verliezen, want hij is aan het botsen. En toen gewoon met mijn super slechte linkse voet op die bal getrapt. En hij ging goed binnen. Zo slecht zag die linker niet eruit op dat moment. Toen inderdaad niet, nee. Nee. Maar super blij, want ik weet nog dat ze Valencia ook echt zo'n stadion met charme, zo heel steile tribunes. En de Gent-supporters zaten zo helemaal boven. Ik wist ze op dat moment ook totaal niet staan. Ik vind het spijtig, ik wou er naartoe lopen, maar dat, ik scoor ook totaal niet veel. Dus dat, ik weet niet wat er toen in mijn omging. Ik wou 30 toeren rond dat veld lopen als dat ging. Maar... Ja, dat was zalig. We verliezen die wedstrijd wel ook echt zwaar onverdiend, want ook daar hebben we heel goed gespeeld. Mooi. Ja. Je scoort inderdaad niet zoveel. Ik denk 1 doelpunt voor Reims, ook sinds je er bent. Ja, op een corner, omdat ik toevallig mee mocht. Nee, dat is... Je hebt dat niet, denk ik. Dat is ook niet per se waarom je in de ploeg staat natuurlijk, hè? Om de goals te maken. Dat is niet jouw eerste taak. Ja. Maar het begint wel wat meer te komen dat je die goal ziet staan. Vroeger was dat bij mij echt iets dat... Die stond er precies niet. Ik moest die een bal aan de andere geven en voorzetten. Maar de goals die ik heb gemaakt, die zijn altijd speciaal belangrijk, geweest. Bijzonder. Ja. Tegen Anderlecht ook gescoord met Gent. Ik ga er meteen onze quizvraag bij halen, want in Stropcast geven we elke keer tickets weg voor een wedstrijd van A-Gent. Dat is in dit geval de match op 5 maart tegen Anderlecht. En de quizvraag gaat over een doelpunt van jou. Ja. Eentje bij de Rode Duivels. Je hebt, ik denk, 10 keer gespeeld voor de Rode Duivels. En je hebt 1 keer gescoord. En de vraag is, tegen wie was dat? Ja, jij weet het natuurlijk. Maar de luisteraars en de kijkers die moeten het maar eens opzoeken. En het antwoord mag gemaild worden naar stropcast@kaagent.be. Dus tegen welk land scoorde Thomas Fokker als Rode Duivel? Weet jij het, Johan? Je mag het niet zeggen als je het weet. Nee, ik zou willen gokken, maar ik weet het niet. Ik heb heel de tijd zitten denken, ik weet het echt niet. Nee, en jouw gokje... Nee, ik kan het niet zeggen. Ja, maar nee, met welke letter zou het beginnen? Dan zeg je het nee, toch een beetje wel. Nee, het is echt een letter die niet veel voorkomt. Oké. Dat zou inderdaad... Oké. We bespreken het na de uitzending nog even. Goed, waar moeten we het nog over hebben? Misschien over het A-agent van dit seizoen. Hè? Hoe kijk je daarnaar, Johan? Ja, het is... Ik vond in het begin van het seizoen dat we schoon speelden, dat we goed speelden, dat we... Vaak onterecht scheidsrechtersdingen en ook malchance verloren zijn op bepaalde... Maar nu voel ik dat er een soort dipken is of zo. Ik heb nu het gevoel... Er zijn ook veel mensen niet... Niet inzetbaar, hè? Niet inzetbaar. En er zijn ook zo... Ja, mensen weg waar ik groter van was. Zoals? Elijah, Ouzou. Zijn eerste 5 matchen die hij speelde, dan dat niveau moet hij opnieuw kunnen halen. En ik zou daar alles in gezet hebben om... Dat was de perfecte nummer 6. Mm-hmm. In een ander systeem wel, hè? In een ander systeem. Onder Torop dat dan is waar, onder Heijn. Onder Torop
rendeerde die beter. Hij had wellicht ook een iets andere rol dan nu in het systeem dat hij heeft. Ja. En dat is en ja, onze jonge belofte, Salah. Ibrahim Salah, spijtig. Is naar Frankrijk. Ja, ja, maar kijk, dat is het zo. Wij zijn een passeerland binnen het moderne voetbal. Maar ik heb toch het gevoel dat er is een dipje ook in balvastheid, techniciteit. Het is gelijk allemaal wat onhandig of zo. Het is gelijk dat er weinig zelfvertrouwen en zekerheid zit in die ploeg. Het is, dat gevoel het is wisselvallig, dat klopt wel met wat je zegt. Je hebt een match gezien tegen Oud-Heverlee-Leuven. Thomas, gisteren, ik vermoed dat je bij de rust wel even in je haar gekrapt hebt. Ja, want de eerste helft was nu niet bepaald indrukwekkend. Hè? Nee, dat is... de eerste helft was inderdaad echt niet goed. Ik vond het wel raar, want... Ja, het ging veel op en neer. Leuven die echt wel kunnen scoren... Maar ik moet dan wel zeggen, inderdaad, de tweede helft heb ik dan zie je wel dat er echt kwaliteit zit. Ja, dat ze een ploeg op een helft kunnen wegspelen. Dus dat is wel positief natuurlijk. Ja. De eerste helft, ik weet niet goed wat er misliep. Er is natuurlijk die heel verre verplaatsing naar Azerbeidzjan geweest. Dat hangt misschien toch een beetje in de kleren. Ik was zelf ook mee, het hing bij mij in de kleren en ik moest niet eens voetballen. Okay. Dus dat kan altijd. Maar goed, als je dan ziet dat ze de tweede helft kunnen, dan strookt dan eigenlijk niet altijd, met het excuus, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Misschien was het inderdaad, waren ze wat... Nog niet goed wakker en heeft die eerste helft toen wakker gemaakt. Het kan altijd meespelen sowieso. Ik weet hoe dat is. Ik ga er geen commentaar zitten geven van hoe kan dat die niet wakker zijn. Maar dat is wel iets wat een gewone voetbalkijker zich afvraagt. Van, allee. Ik ga dat hier niet zitten zelf zeggen, want ik zeg dan altijd in mijn eigen... Ja, je kunt wel zeggen van, allee, hoe kun je nu geen goesting hebben om daarop te staan? Je weet dat niet of ze geen goesting hebben. Hè? Dat kan zijn dat die... Maar zelfs met goesting, dan vlot het soms niet. Allee. Allee, dat is wat ik zeg. Soms heb je zoveel goesting en voel je lichaam dat zo even niet mee kan. Ja, dat is zo moeilijk uit te leggen soms. Ja. Hè, waarom dat niet gaat. Of wat dat, ik kan daar ook nooit een antwoord op geven als mensen mij dat vragen. Dus... Ja, ik ga ook niet zeggen de reden waarom dat niet... Als je dan ziet de tweede helft, dan wel. Vraag aan iedereen dat op veld stond, die gaan zeggen... Ja, wat even goed in de eerste als in de tweede helft, maar... Ja, ongetwijfeld. Soms, ja. Zeg, maar dat is wat ik daarnet bedoelde. Dat is zo'n diepe dalen, gelijk de eerste helft gisteren... Dat was er gelijk lange tijd niet, of zo. Ik had dat... En nu is dat wel af en toe, dat 45 minuten soms langer duurt voor leer. Maar als die ploeg inderdaad in gang schiet, dan de kwaliteiten van die gasten, dat staat buiten kijf. Hè. Ja. Ja. Nu, er is inderdaad wel die waslijst aan blessures. Het is heel opvallend, zeker op jouw positie zou ik zeggen. Hè, want wij zijn daar met Mathis Samoise aan de blessurereeks begonnen, zeg maar, op die rechterkant. Mathis uitgevallen, daarna heeft... Piatkowski er een enkele matchen gespeeld, ook uitgevallen. Gisteren had je Jules Sager op rechts, ook uitgevallen bij de rust. En inderdaad, Alessio speelde er tegen Karabach op de rechterkant en is ook van het veld gemoeten met een blessure. Ja. Dus het lijkt wel vervloekt, die positie van jou. Je had nog kunnen invallen eigenlijk, had je gehoord. Graag. Ik had ook wel wat moe geweest van de match van zaterdag, maar... Ja. Dat is waar. Als ik hier nog eens had mogen spelen, had ik dat niet gevoeld, die vermoeidheid. Nee, dat zal niet. Play-off 1 of niet, dat is nu al een hele tijd de vraag. Hè. Gent kampeert, bij wijze van spreken, op de vijfde plek. Wat denk je, Johan? Ik denk van niet. Ik denk, het mag gelijk niet zijn dit jaar en vorig jaar ook niet. Maar ook omdat de ploegen boven ons gaan niet zoveel steken meer laten vallen, denk ik. Bij Club Brugge, dat weet ik nu zo niet naar. We zijn nog over voetbalploeg bezig. Nee, dit is niet waar. Maar toch, ik heb het... ik heb het niet zo'n... Mijn intuïtie zegt dat het misschien niet zal lukken. Nee, laat ons inderdaad maar eerlijk zeggen dat Racing Genk, Union en Antwerp, dat die weg zijn. Ja. Club Brugge, dat blijft mogelijk. Hè. Ja, zou schoon zijn, punt. Moesten we daar haasje over doen. En die match komt er nu aan,
Club Brugge à Gent. Zondag. Ja. Is dat voor een Gent-supporter, zoals jij er een bent, het moment van het seizoen alweer? Ja. Die wedstrijden? Ja, die twee wedstrijden. Maar vooral de thuismatch. Hè. Mm-hmm. Dat is gewoon zeer belangrijk. En niet alleen, altijd voor de punten, maar ook gewoon voor dat gevoel dat ik net beschreef. Dat je als jong gastje, ten helft van je klasgenoten waren Raoul Lambert en jij waart, weet ik veel wie, van toen. Dat is belangrijk. En dat voelt zo, omdat er hier in Gent ook wel redelijk wat Club Brugge supporters zijn. En dat is... Ja... Dat is belangrijk. Er hangt een soort ziel op die wedstrijd die op andere wedstrijden niet hangt. En voor onze supporters is dat belangrijk. En ik heb het gevoel dat het voor ons belangrijker is dan voor de Club Brugge supporters. En dat de reden is waarom wij meestal winnen. Mm. En omdat we het vaak heel goed doen tegen Club Brugge. Had jij dat snel begrepen als speler, Thomas, dat die matchen tegen Club inderdaad heel belangrijk zijn voor de fans? Ja, dat is vanaf een paar weken ervoor al... Dat zo wat wordt klaargezet, die match precies. Dat is een beetje een andere competitie, hè, voor de Gent-supporters, voor de club ook gewoon. Dat leeft altijd. Dat wordt bijgehouden ook. Ja. Die matchen die vergeet je echt niet veel. Hè. Ja. De meeste matchen tegen Bruggen heb ik ook sowieso nog allemaal in mijn hoofd. Dus die zijn heel belangrijk. Ja. Mm-hmm. Ja, wat denk jij? Maar ik weet natuurlijk niet in hoeverre je het echt goed kunt volgen. Ook de andere wedstrijden van club bijvoorbeeld. Ja, die strijd om die vierde plaats. Hoe zie jij die uitdraaien? Ja, ik volg het niet meer zo. Allee, de strijd zo van wie waar. Ik kijk meer dan gewoon de matchen. En soms lees ik dan... Het gaat niet goed met Gent of met Brugge of dit. En dan kijk ik zo naar de stand, zoals gisteren dan. En dan zie ik Gent staat op 1 punt van Brugge. En dan denk ik zo van... zo slecht gaat het hier dan toch niet? Als je op 1 punt van... dat is nu het spel. Dat is dan iets anders. Maar inderdaad, als je die match wint en je speelt play-off 1, de punten worden gehalveerd. Het kan snel gaan. Hè. Dat is waar. Alles kan nog, maar... Ja, het zal match per match moeten, maar die match tegen Brugge is gewoon een andere competitie precies. Dus dat kan alle kanten uit. Ja. Je ziet, het gaat zo slecht nog niet, zegt Thomas. Nee, maar dat hoort ook een beetje bij het wortelen. Hè. Ja, maar je vraagt mij, wat denk jij? En ik heb mijn intuïtie... Ja, maar natuurlijk, inderdaad, volgende week kan het er helemaal anders uitzien. Maar je zei daarnet dat je het eigenlijk niet zo erg zou vinden als Gent... zijn seizoen play-off 1 niet haalt. Ja, maar ja, ik zou het natuurlijk wel erg vinden, maar ik zou niet kwaad worden. Gelijk wat op de sociale media allemaal gezegd wordt, dan denk ik van, hartjes alsjeblieft. kom. Ja. Lees je dat allemaal, die dingen? Ja, ik ben bij alle Facebookgroepen ben ik, ja. Ah ja, jij bent nog een Facebooker. Ja. Ik, van mijn leeftijd, hè. Ik ben geen TikToker. Hè. De boomers eigenlijk, hè? Ja. Lees jij al die dingen op social media, Thomas? Nee, ik ben van niks eigenlijk. Nee. Dat is eigenlijk van in het begin dat ik dat niet heb zitten lezen of scores in de krant of zo. Ik heb dat eigenlijk echt nooit open gedaan. Je komt het wel tegen, hè. Sowieso. Hè. Het is onvermijdbaar momenteel. Hè. Dus, en ik begrijp wel dat sommigen dat dan afzetten, reacties en al die dingen. Want ik kan echt geloven dat die serieus wel moeten verduren. Maar ja zo'n matchje tegen Brugge, als je die verliest en je doet dan in sociale media open, dat komt een keer tegenslagen. Soms. Ja, dat sowieso. Ik denk dat het inderdaad best is om dat niet allemaal te lezen. Hè. Ik lees de sociale media over mij ook niet. Hè. En voilà, ik ging net vragen. Een vernietigende recensie over een rol die jij gespeeld hebt. Ik heb dat nog nooit gehad. Nee. Maar ik heb ook nog nooit een echt lovende recensie gehad. Maar dat wordt niet meer gedaan. Nee, recensies gaan nu over het algemeen ding of zo. Maar de sociale media, amai. Nee, dat lees ik niet. Als er zo'n bericht is van een of andere film en die dat, of genomineerd voor dit of dat, wat er dan allemaal te lezen is over mij, dat is... En over iedereen, hè? Niet alleen over mij. Ja. Nee, dat moet je niet lezen. Nee. Reageer je soms zelf?
Als je zoiets ziet op Facebook en je denkt van, jongens, kom aan. Nee. Onzichtbaarheid is dan de beste houding, denk ik. Ja. Maar het zijn natuurlijk meestal de mensen die... Ja, die commentaar hebben, of negatieve commentaar hebben, zeg maar, die zich laten horen. Hè? Degene die het al bij al best vinden, die houden zich inderdaad meer schuil. Ja, maar ook, ik zeg in interview ook dingen waar niet iedereen het mee eens is. Hè? Er is een bevolkingsgroep in Vlaanderen die mij niet zo moet, omdat, vanwege politieke meningen of weet ik veel waar, en ik hou mijn mond niet. Dan zijn die mensen zijn wel bespraakt op de social media. Hè? Dat is zeker, maar dat is niet zo belangrijk. Ja. Hou jij ook je mond niet op de tribunes? Roep je? Ben je een roeper? Ja, ik ben zo geen scheidsrechterroeper van dat doe ik nu niet, maar ik kan wel echt kwaad worden. Maar ik roep, als een van onze spelers echt twee voeten vooruit wordt, ik kan dat echt niet tegen. Mm-hmm. Ja. Maar dat is dan roepen tegen de scheidsrechter? Nee, dat is tegen de tegenstander. Ah, oké. Okay. Ja. Dus ze moeten eraf blijven. Ja. En gelijk, weet je nog, de wedstrijd tegen Cercle Brugge, dan stonden er daar boven... De laatste thuismatch hier? Ja, onze thuismatch, dan stonden er daar een hele hoop mensen inderdaad, in die de skybox gefiltreerd waren. Ja. Ik zit daar dan vlak onder. Ja. Toen heb ik wel geroepen, ja. Ja, ik zag het tijdens de wedstrijd inderdaad dat daar van alles aan de hand was. Dus mensen van Cercle in een skybox die het uiteraard leuk vonden. Want die ook niet van Cercle waren, die gewoon van dezelfde stad waren. Ja. Maar die dan ons heel de tijd zaten te jennen, omdat Cercle Brugge is toen 3 keer op voorsprong gekomen en uiteindelijk de match gewonnen. Ja. En dan wordt er wel geroepen en dan roep ik mee. Ja. Okay. En ik zing ook graag mee. Allee. Ja. Het is een uitlaatklep, het voetbal. Ja. Het is, ik heb dat nooit gezien als een uitlaatklep, maar het is iets waar je met je hart een beetje bij zit. Het is heel plezant. Ik heb het ook graag als er rumoer is in het stadion. Ja. Niet een soort negativiteit of zo, maar als er gezongen wordt. En, ik vind dat echt geweldig. Ja. Ik wil nog even terug naar die voetbalcarrière van jou. Want je bent ooit 6 maanden speler van AA Gent geweest. Ja, zoiets. En hoe is het uiteindelijk afgelopen met die carrière? Ik ben gestopt op mijn 12e. Ik was ook te verlegen jongetje. Ik was een Jeannetje eigenlijk. Ik ben dan naar de zaal overgestapt. Ik heb dan volleybal en handbal, vooral handbal. Ik was een hele goede handballer. Ja? Ja, gespeeld. En ik ben de man van de zaal. En minder fysiek contact. Alhoewel dat handbal niet onderschatten is. Nee. Ik wil het graag geloven. Wat Thomas daarnet zei, dat is mannenvoetbal. Wat gebeurt er? Ik zou het omgekeerd zeggen als ik je zo... Ja, ik ben een costo en ik was dat ook. Maar in handbal hebben ze dat ook nodig. Ik ben te zachtaardig daarvoor. Ik had het zo zeggen. Niet klootzak genoeg. En niet dat hij een klootzak zei, hè, Thomas. Nee. Maar zo, ik verschiet altijd van, die lap mij nu pootje. Ja. Zo, ken je dat? Ja. Ik kreeg zoiets van, en dat dan mag, ik word daar razend van. Ja. Ik had nu inderdaad ook geen Jeannetje in je gezien. Maar ik snapte wat ik bedoel. Ja. En bij jou is het altijd voetbal geweest, neem ik aan, Thomas, van kleins af? Ja, toch wel. Ja. En de KLJ. De jeugdbeweging. Mm-hmm. Bij mij Keiza ook. Keiza, ja. En hier zit hij dan nu op je, wat is het, 27, 28? 28, ja. Als speler van Stade Reims, inderdaad. Hoe zie je de komende jaren nog voor jezelf? Daar ben ik echt slecht. Ik laat dat echt op mij afkomen. Ik zeg het zoals ik daar juist zei met... Met die contractverlenging ben ik altijd blij als er wat zekerheid is en dan gewoon voetballen en op mijn gemak gewoon tijd een keer studeren. Ik denk dat je daar na je carrière ook wel inrolt in dat nieuwe leven. Ik denk dat er zich dan wel opportuniteiten voordoen. Maar momenteel nog 3 jaar Reims en dan zien we wel. Ik heb dat niet in de hand. Voetbal is zo onvoorspelbaar. Ik heb nu bijgetekend. In de zomer dacht ik van, vrije speler, misschien een keer iets nieuws. Maar dan denk je, als je ergens goed zit en je bent gelukkig, waarom weggaan? Ik laat het op mij afkomen en dan zien we wel. Mm-hmm. Stel dat Reims meespeelt in de Belgische competitie, waar komen ze dan ergens terecht, denk je? Goh.
Belgische competitie is niet makkelijk, hè? Pas op. Nee, ik weet het. Ja. Dat ga je mij zeker niet Ik moet het aan jou zeggen. Niet uitleggen, natuurlijk. Nee. Maar ja. Ik vind ons ook op dit moment een hele sterke ploeg. Een van de sterkste die ik heb gehad daar. We hebben ook wel spelers van de competitie. Hè, met Ito die nu gekomen is. Ik denk dat we wel meedoen aan de top. Voor play-off 1. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. Allee, op dit moment, omdat we zo'n goede ploeg hebben. Hè, als het goed draait, ja. Kijk, ploegen als Union bijvoorbeeld, zou je dat ook niet zeggen. En die doen het fantastisch ook. Hè, dus zo'n Union-verhaal, dat zou wel kunnen inzitten bij ons. Ja. Ja. Het staat wel schoon op uw cv natuurlijk. Hè, dat je eigenlijk komt bij Agent, op dat moment 7e, 8e, 9e, 2013, 14, altijd. Hup, zo 2 jaar later spelen ze kampioen. En nu komt bij Reims, die altijd zo 7e, 8e, 9e, die ook altijd zo degradatie. En dan ineens staat daar een ploeg waar jij deel van uitmaakt. Ja. Die wel echt heel goed presteert. Ik denk dat jij er al een film in ziet, Johan. kan dat? Maar nee. Ik probeer gewoon te bewijzen aan de mensen die luisteren van waarom dat ik fan ben van Thomas. Ja. Eigenlijk. Ja. Ja, dat staat gewoon op je cv. Het kan wel filmmateriaal zijn van die tijden. Dat. Wat er wellicht ook op je cv staat, is Kylian Mbappé tegenover jou. Ah, ja, dat... ja. Was dat dan je rechtstreekse man? Ja, toch wel. Die wisselen veel, hè. Want het is niet alleen... Onlangs was het niet alleen hem, het was Messi, Neymar en Mbappé. Dat hadden we nog niet gehad, alle drie tegelijk. Ja, hoe begin je daaraan? We spelen wel 1-1. En eigenlijk verdient ook gewoon. Maar dat is een andere match ook. Dat is niet onze competitie eigenlijk. Die mannen zijn... Ja. Dat is een ander niveau sowieso, maar we geloven er altijd in. Hè. We spelen altijd om te winnen. Dat is ook een bespreking dat je vol voor gaat, dat je altijd de mogelijkheden ziet om te winnen. Maar ik vind het spijtig en ik denk dat dat ook de reden is waarom ze het in Champions League altijd wel laten afhangen. Ik denk dat je tegenover een Bayern, Barça, die ploegen die in de competitie, dat zijn ook pletwalsen. Die gaan er gewoon vol voor, vol een druk, alles. En hier, ja, ik heb de bal... Je kijkt achter u, ze staan daar alle drie. Staan ook. Hè. Mm-hmm. Soms hebben ze zo wel een dag dat ze een keer druk zitten en doen, maar ze nemen het... Ik vind dat ze het wat te licht opnemen in de Franse competitie. En daardoor laten ze ook zoveel punten vallen. Mm-hmm. Hè. Ze hebben het niet meer zo makkelijk. Hè. Ploegen kunnen ervan winnen. En, ik vind dat spijtig. Ze zouden dat juist moeten gebruiken om sterker te worden. En dan zit je in de Champions League, dan kom je goede ploegen tegen en is het moeilijk. Maar dus als ik je zo bezig hoor, dan zeg je eigenlijk van ja, die matchen tegen Mbappé en co. waren niet per se de moeilijkste. Als je in balbezit heb je al een tijd van de wereld. Ja. Dat is niet gelijk andere ploegen die vol een bak druk zetten. Ja. Als ze naar u komt gesprint, ja, dat is een andere zaak. Dan schijt hij wel even in je broek, maar... En zeker als hij de bal heeft, ja, dat is iets ganz anders. Dan moet je echt gewoon... Ja. Dat is volle concentratie. Dat is het minste foutje qua lichaamshouding, qua detail, kan voor hun een goal zijn. Hè. Dat is altijd geweest. En het moet gewoon wat meezitten tegen PSG. Als ze hun kansen niet altijd afmaken, dan moeten die kansen grijpen, maar... De kwaliteit dat daar, dat is ongelooflijk. Ja. Het is zeker Mbappé, die snelheid is ongezien. Je mag nog zo goed staan als je wilt. Als op de juiste moment Messi, bij wijze van spreken, zich opendraait naar het spel en Mbappé vertrekt en die... Dat is een mobiletje dat vertrekt naar het spel. Het is zo moeilijk. En, een serieuze brommer zelfs, zou ik zeggen. Oh ja, een mobiletje is nog zacht uitgedrukt. Zo, ineens zo... Ja. 40 km per uur. Is het de beste tegen wie je ooit gespeeld hebt, denk je? Of? Zo qua mijn positie, dan kijk je meestal inderdaad naar wat is het moeilijkste om tegen te verdedigen. En meestal is dat snelheid, dribbel. Ja. Sowieso is het de beste. Hè. Het is gewoon de beste. Dus, ja. Moet je hem nog tegenkomen dit seizoen? Of is hij al 2 keer de revue gepasseerd? Nee, ik was gekwetst de eerste wedstrijd. En nu heb ik er tegen gespeeld. Maar nu is het... nu is het gedaan. Hoe lang gaat die reeks van Reims nog duren, denk je? Ongeslagen? Ja,
mocht dat niet zeggen, hè. Je moet het is dat. Ja. Maar ik zeg het, ja, ongeslagen. Het is altijd wat dubbel. Matchen winnen is nog altijd het belangrijkste ook. Maar, ja, we zien voilà. En je speelt altijd, dat is goed. Ik wil stilaan afronden met de Rode Duivels. We hebben het er al even over gehad. Hè. Johan zei, met jou erbij waren we wereldkampioen in 2018. Dat vind ik wel een goede quote in elk geval. Nee, maar het is niet alleen een quote. Denk erover na. Ja. Meunier valt uit. Twee hele kaarten. Je hebt een punt. Ja, voilà. Die Rode Duivels, hoe ver zitten die nog in je hoofd? Want we hebben een nieuwe bondscoach nu, Domenico Tedesco. Heeft hij jou al gebeld? Nee. Ik denk dat ik wat van onder in het lijstje sta. Nee, ja, dat is weer iets nieuws. Een coach die je niet kent. Ik weet echt niet wat je moet verwachten. Soms kan het ook gewoon een persoonlijke voorkeur zijn, een speelstijl dat iemand aanstaat bij de coach. Met Martinez had ik een hele goede band. Die weet ook wat je kunt, die heeft je op training gezien. Nu, ja, oké, de vaste waardes, daar gaat hij sowieso van uit. Mm-hmm. Maar zo de spelers zoals mij, die zo soms niet, soms wel de laatste jaren, dan... Ja, ik zou het echt niet weten in welke positie ik daar nu zit. Reken je erop? Ik heb er nooit op gerekend, nationale ploeg. Ik heb me altijd ingesteld van, kijk, als het komt, super fier en mooi. Ergens zit het altijd wel in je achterhoofd. Ja, ik ben er altijd wel dichtbij. Soms wel, soms niet. Maar eens dat ik er zo terug bij ben geweest... ben ik er ook wel altijd bij gebleven. Er moet, of het was een blessure nu onlangs, of dan mijn hartoperatie die mij dan zo even ervan af heeft gebracht. Dus ja, ik voel er mij wel bij betrokken en ik word ook ouder. Maar ik weet dat er zoveel talent zit op mijn positie, ook veel concurrentie. Dus het is niet makkelijk. Maar als je eigen ploeg het goed doet, heb je de meeste kans. En dat is momenteel het geval, dus ja. Wie zie je als grootste concurrenten op jouw positie bij de Rode Duivels? Ja, bij mij is het altijd Meunier en Timo en Castagne geweest. Zelfde positie, dus ja. Daar is nu nog eens Alexi bijgekomen, Salamakers, die dat ook kan. Kan er wel nog op noemen die het zouden kunnen. Torgan Hazard kan er ook. Als je de namen hoort, is het wel heel moeilijk om... Maar kijk, ik heb het al gedaan als ze er ook bij waren. Dus dit is mogelijk. Je weet ook niet welk systeem de bondscoach nu gaat spelen. Het is dat, hè, want zo'n Salamakers is toch een ander type speler. Ja, voilà, als we met vier van achter gaan, dan is alleen dat wegvalt, denk ik. Ja. Torgan zou dan ook. Is ook geen linksachter of rechtsachter. Voilà. Je hebt het nog niet opgezocht welke systeem hij doorgaans speelt, Tedesco? Nee. Hij is al veel veranderd, hè. Ik heb dat een keer over gelezen, dat hij zijn systeem heel goed kan veranderen naar gelang het type spelers dat hij heeft. Of, ja, ik heb daar een artikel over gelezen in de Gazet. Ja. Dus, als het in de Gazet staat, dan klopt het, hè, Johan. Ja. Heb je grootste verwachtingen van Domenico Tedesco bij de Rode Duivels? Of denk je dat het momentum met onze nationale ploeg een beetje gepasseerd is? Ik geloof wel in die man. Ik vind het aan de andere kant spijtig dat we niet voor Prudhomme gegaan zijn of zo, weet ik veel. Maar ik weet niet hoe dat dan gelopen is. Maar ik vind in elk geval dat zijn boodschap is positief. En dat vind ik goed. Mm-hmm. Die heeft zoiets aan... stond geloof ik vandaag nog in de Gazet of van de weekend... Mm-hmm. Van de gouden generatie voorbij. Wie zegt er dat? Mm-hmm. Er komt weer een nieuwe generatie aan. En dat vind ik, dat is positief. En als hij zo positief met iets begint, dan heeft hij mij al een beetje mee. Ja. Oké, voilà. Ik hoop dat hij eens komt kijken naar Stade Reims een van de komende weken. Ik wens het jou in elk geval toe, een selectie voor de Rode Duivels, Thomas Fouquet. En wat mag ik afrondend jou nog toewensen, Johan Heldenberg? Mijn leven is goed. Mijn wensen, nee. Veel goede matchen van de Gantoise. Ah ja, voilà. Dat we play-off 1 moeten met toewensen, eigenlijk. Toch, ja. Ondanks dat mijn intuïtie dan fout zou zijn, maar dat moeten we met toewensen. We hopen dat je ongelijk krijgt, voilà, ja, ik hoop deze. Het ook. En dan kom ik het je wel eens zeggen daar in vak 321. Ja, is goed. Heel hartelijk bedankt om erbij te zijn, Johan Heldenberg en Thomas Fouquet. Tot de volgende. Ja. Dag. Stroopcast.